Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering komt middenklasse tegemoet met subject-subsidie op brandstof. Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness ziet levenslicht. Ministerie van Openbare Werken in zee met Elwala Industrial Company. En minister Emmanuel installeert BO's de nieuw Jacob Kondre. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft benadrukt dat de samenleving ondersteund zal worden bij de kosten die gepaard gaan met brandstofverbruik. Dit heeft de bewindsman medegedeeld aan journalisten en verslaggevers tijdens een op 4 augustus 2022 gehouden persconferentie. Wirin Adjoya, adviseur op het ministerie van Financiën en Planning, is breedvoerig ingegaan op de materie. Er is in de media al gesproken over oliemoney. Ik wil gelijk zeggen, het is oliemoney en geen oliemoneycarta hoor. Sommige mensen zeggen oliemoneycarta, maar er is geen carta in het spel. Ik zal later uitleggen wat wel in het spel is. Maar dit is een systeem wat is opgezet. Het is nu nog in de testfase en we hopen snel te kunnen starten ermee. Het is een systeem wat is opgezet om te switchen van de bekende of beruchte objectsubsidie naar het systeem van subject-subsidie. Bij object-subsidie heb je een subsidie bij de prijs, in de prijs. Dus de prijs wordt laag gehouden. En het gevolg is dat iedereen dus van die subsidie gebruik kan maken. Ook mensen die daar geen aanspraak op zouden moeten kunnen maken. Bij subject-subsidie draai je het om. En dan zeg je, we gaan mensen identificeren die wel aanspraak maken op een subsidie. En voor hun gaan we dan een compensatie in het leven roepen. De prijs wordt gewoon de prijs, wat het is. Maar die personen die dus in aanmerking komen, die krijgen een bepaalde compensatie, financiële compensatie natuurlijk, om zodat effectief voor hun alleen die prijs dan wel wat lager is dan voor de anderen. En op die manier probeer je dus die subsidie veel efficiënter te distribueren. Voordat ik ga naar wat oliemoney precies inhoudt, is het goed om even de context te kennen waarbinnen oliemoney wordt ingevoerd. U weet allemaal dat de olieprijzen de afgelopen maanden behoorlijk zijn gestegen. Hier ziet u voor unleaded de prijs. Die rode curve, dat is de kostprijs zonder government take. Dus dat is de prijs zoals de kostprijs zoals dat de staat kost. Zoals dat die oliebedrijven kost. En u ziet dat die kostprijs behoorlijk is gestegen. Het is op maandbasis natuurlijk. Is behoorlijk gestegen. En hij is gelukkig deze maand, dus voor de afgelopen maand, een beetje gedaald. Die groene curve, dat is de pompprijs. Dus dat is de prijs wat u betaalt, per liter natuurlijk. En u ziet dat die ook is gestegen. Maar op een gegeven moment is dat niet meer gaan stijgen. Is dat flat gehouden. Ook deze maand zal de olieprijs niet worden verhoogd. En dit in het kader van het beschermen van de samenleving tegen de effecten van hogere prijzen, met name dus inflatie. Wat belangrijk is om hier op te merken is dat internationaal de olieprijs is gedaald. Dat zie je dus ook in die groene, rode curve die deze maand omlaag gaat. Maar hij is nog steeds boven de pompprijs. Ja? Dus ook al is die prijs internationaal gedaald, de pompprijs is nog steeds daaronder. Dus er is geen reden om die dan ook te gaan zakken natuurlijk, want dan dat zou vrij slecht beleid zijn. Hetzelfde voor de diesel. En bij diesel zie je dat het verschil tussen de kostprijs, die rode, en die pompprijs, die groene, die is een stuk groter. En dat is ook bewust beleid geweest om ervoor te zorgen dat de effecten op de producten van goederen en diensten zo laag mogelijk, of tenminste niet, dat de verhoging zoveel mogelijk beperkt is. Het gevolg hiervan is wel dat je natuurlijk meer smokkel krijgt naar de buurlanden.
En ook dat de subsidiedruk heel hoog wordt, omdat groepen die geen recht zouden moeten hebben op die subsidie, natuurlijk ook veel consumeren en die worden dus ook gesubsidieerd, wat je niet wil. Op dit moment is een maandelijkse subsidie ongeveer 150 tot 200 miljoen SRD per maand. En u kunt zich voorstellen dat dat heel veel is, maar het is even iets waar we doorheen moeten gaan totdat het nieuwe systeem, Olimoni, in werking gaat treden. Wat is het doel van Olimoni? Het primaire doel is beschermen van de burger tegen hoge olieprijzen. Dat gebeurt nu ook al met de huidige subsidie, maar dan wel op een veel efficiëntere manier. Ik gaf al aan dat we overstappen van een objectsubsidie, dus een lage prijs voor iedereen, naar subjectsubsidie. Een hoge prijs voor iedereen, maar voor mensen die daarvoor in aanmerking komen, een compensatie. En natuurlijk wil je die groep die compensatie krijgt niet al te klein hebben. Het moet een vrij grote groep zijn, zodat zoveel mogelijk mensen natuurlijk in aanmerking komen. Dit systeem, of dit subsidiesysteem, is met name bedoeld voor de middenklasse. U weet dat er voor de sociale klasses al heel veel andere systemen in play zijn. Dat is dus goed, maar soms vergeten we dat er ook een middenklasse is die ook in Suriname woont en ook de samenleving weg te trekken of recht te trekken. Met name het effect van goedkope fuel voor groepen die daar niet voor in aanmerking moeten komen. Die daarvan ook profiteren. Waardoor het netto bedrag wat je subsidieert dus een stuk lager gaat zijn als overheid. En dat geld kan je dus gebruiken voor andere zaken. Onderwijs, gezondheidszorg, et cetera. Het agrarisch beleid van de regering is erop gericht om onder meer te zorgen voor voedselzekerheid en een bijdrage te leveren aan de nationale productie. Om de agrarische sector tegemoet te komen met kredietfaciliteiten, is bij wet het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness geïnitieerd. De launch van dit kredietfonds heeft op donderdag 4 augustus 2022 plaatsgevonden bij de Trustbank Amana, die de financiële middelen beheert. President Chandrika Persat Santokhi was getuige van het ondertekeningsmoment tussen de financiële instelling en het NOVA-bestuur. Ons Nationale Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, afgekort NOVA, is vandaag gelaunched. Het fonds heeft een heel goedkope faciliteit voor agrariërs. Agrariërs kunnen terecht voor hun krediet aanvragen tegen een laagdrempelige mogelijkheid om hun aanvragen in te dienen bij de bank. En zo wordt het dan bij het bestuur voorgelegd. Kredieten worden dan verstrekt tegen een rentepercentage van 5,5%, looptijd 10 jaar, etc. Dus heel aantrekkelijke faciliteit en ik hoop dat de agrariërs dan gebruik van zullen maken. Als ik in het buitenland ben en als ik mijn country paper behandel, de agrarische sector rakende. En als ik noem dat hier in Suriname wij te maken hebben, of de agrariërs te maken hebben met rentepercentages van meer dan 12% op jaarbasis, dan vallen de mensen bijna van hun stoel. Met de vraag van, maar hoe komen jullie agrariërs uit met zulke hoge rentepercentages? Normaal in de wereld zijn we gewend met rentepercentages van onder de 5%. Maar natuurlijk luisteren de boeren nu. En de mensen van Marowijn en Ikeri en Brokopondo en Saramaka. En zullen heel blij zijn. En natuurlijk zullen zij zich afvragen, maar hoe kom ik zo snel mogelijk aan die fondsen? Hoe kan ik zo snel mogelijk een dossier opstellen, inleveren? Dat zijn die zaken, voorzitter, bestuur NOVA, zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. Laten we het laagdrempelig houden. Toegankelijk zijn voor de samenleving. En die fondsen ook beschikbaar zijn voor die samenleving. En laat er geen bureaucratie zijn. En laten we alles doen om transparantie te creëren, efficiëntie in te bouwen.
Nou, agrariërs, jullie zijn allemaal welkom om een kredietfaciliteit bij het fonds te nemen. Maakt niet uit voor welk bedrag, groot maar klein, hou rekening met het maximale bedrag van 1 miljoen. De looptijd van 10 jaar, rentepercentage 5,5%, maximale grieperiode van 1 jaar. En zolang het fonds een levensvatbaar is en een goed fonds is, innovatief is, de terugbetaling en uw zelfvertrouwen heeft als agrariër in uw activiteiten, mag u terechtkomen bij de bank en via de bank bij het fonds. Elke burger in ons land heeft recht op goede huisvesting en infrastructuur. Om dit te kunnen realiseren trekt het ministerie van Openbare Werken buitenlandse investeerders aan. Op donderdag 4 augustus 2022 heeft het departement een Memorandum of Understanding getekend met de Elwala Industrial Company als investeerder van het Real Estate Development Project Suriname. Bij dit moment stond de start van de ontwikkeling van huisvesting in Suriname centraal. U hoort OW-minister Riad Noor Mohamed hierover. Nou, laat me zo zeggen, in het kader van woningbouw, verkavelingen, dat is een van de taken van het ministerie van Openbare Werken. Ben ik vanaf mijn aantreden heb ik dat opgepakt, omdat woningnood is gewoon een groot probleem in Suriname. En de regering heeft ook een clusterteam van ministers ingesteld en wij als OW trekken dat. Bestaat uit GBB, Sociale Zaken, ROM en OW. Dus elk moment wat ik kan doen om woningnood op te lossen, ga ik aangrijpen. Zo hebben we een aantal verkavelingsprojecten, dat is ons beleid, dus we moeten dat stimuleren. Maar we hebben ook investeerders die willen investeren. Bij de meesten is het geen probleem, die hebben dus geen eisen als zodanig, maar we hebben hier een bijzondere, waarbij de eisen van de Saoedi-Arabisch bedrijf is geweest dat men zekerheid wil hebben over de randvoorwaarden van het land en van het ministerie. En de eisen zijn dat de financiering alleen plaatsvindt onder islamitische regels. En niet te streng, maar ik heb ook persoonlijk contact gehad met de organisatie in Arabië. En een van de zaken is, er mag geen rente worden geheven op de lening. Er moet sprake zijn van goed bestuur. Er mag geen sprake zijn van fraude. En dat soort dingen, corruptie. Men kijkt naar al deze aspecten. En om de instantie de gelegenheid te geven, ik ga niet zeggen dat het morgen begint. Dit is een van de voorwaarden geweest waarbij ze het ministerie verantwoordelijk gaan stellen om controle op de middelen te voeren. En daarvoor hebben we die MOU getekend, zodat de organisatie lokaal door kan gaan met hun doelstelling, want hun doelstelling is ook huizen bouwen. Ze vragen dan een strenge toezicht vanuit het ministerie van OW. En ik heb de instantie ook geadviseerd om met de lokale banken aan de slag te gaan. Nou, hun doelstelling was om in de orde van duizenden woningen te bouwen. Maar ze hebben als target meegegeven om alvast te starten met 4000 woningen. Die andere projecten zijn lopende overheidsprojecten. In Coroni, in Richelieu, Kammerwijnen en in Rieberg. Dat zijn de lopende waarvan waar we investeerders, ook zoals deze investeerder, gaan vragen om met de mensen die hun bereidsverklaring hebben te kijken hoe ze de huizen kunnen bouwen. Natuurlijk mag men ook naar lokale banken. We launchen binnenkort één voor iedereen. Dat is voor ongeveer, nou, laat maar zeggen, is goed voor 300 tot misschien 1500 woningen, vooral als je in de lucht gaat, dat is een van de eisen. Een kleine stad moet daar verrijzen, dus we kijken uit naar die investeerders. Dan kun je daar een groot deel van de mensen die een woning zoeken onmiddellijk accommoderen. Maar natuurlijk moet ik ook iets zeggen, op het moment dat we in de lucht gaan, moet de appartementenwet ook behandeld worden. Dus de appartementenwet is eigenlijk alleen de DNA onder de operatietafel in het burgerlijk wetboek. Maar wij gaan toch apart die wet weer indienen bij het parlement, want die moet wel goedgekeurd worden zo snel als mogelijk. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft het afgelopen weekend tijdens een werkbezoek aan het dorp Nieuw-Jacob Kondre in het Matawai-gebied 2 bestuursopzichters geïnstalleerd. De bewindsvrouw gaf daarbij onomwonden en duidelijk aan dat de 2 nieuwe bestuursambtenaren en de overige bestuursambtenaren
zich in hun respectieve resorten in het binnenland dienen te vestigen om het werk te doen en hun gebieden daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Bij de installatieplechtigheid waren de districtscommissarissen Walter Bonjasky en Ludwig Mendelzoon van respectievelijk Boven Saramaca en district Brokopondo aanwezig. Beide DC's hielden de nieuwe bestuursambtenaren voor dat ze hun werk naar eer en geweten conform de eedaflegging dienen uit te voeren. Er zullen ongetwijfeld verleidingen in materiële opzichten op je pad komen. Echter ligt het aan jou om het ambt hoog en schoon te houden, richtte DC Bonjasky zich tot de bestuursambtenaren. Burgervader Mendelzoon hield de aanwezigen voor dat financiële middelen belangrijk zijn voor de ontwikkeling, maar dat er ook middels samenwerking en goede communicatie heel veel bereikt kan worden. Minister Garcia Emanuel drukte de gemeenschap op het hart om te werken aan de eenheid, omdat het een belangrijk instrument is voor het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.